vraag even waarvoor je bent aangehouden. Welke strafrechtelijk? Ja, dat heb ik net gevraagd. Waarom ben ik aangehouden? Wacht even bij mijn motor staan. Waarvoor ben ik aangehouden? Meneer, kunt u mij daar antwoord op geven? U doet mij het zicht ervan. Ik wil graag weten waarom u mij voor dat meeneemt. Waarvoor ben ik aangehouden? Ja, klopt. Ik zei, die kwam een vraag. Nee, ik heb niet doen. Nee, ik heb niet. Doe jij ook een spulletje? Was dat daar? Ik zal een uurtje of 6 worden. Binnen nog. Dan loop ik zo wel richting Zijdeplein. Als je daarheen kan, dan kom ik daar. Dus nu zien jullie wat er gebeurt. Ik ben niet in overtreding. Ik heb me eigenlijk normaal opgesteld. Ik wil mijn ID-kaart niet tonen. Meneer vordert mijn dat. Hij gaat me meenemen naar het bureau. En we moeten het maar weer... Waarvoor weet je niet? Nee, ik weet niet waarvoor hij mij vordert. Ik heb het gevraagd. Meneer doet geen uitspraak hierover. Dus ik word gegijzeld. En zo gaat het in Nederland, mensen. Maar er zijn hele mooie, prachtige NOS is fake news shirts te koop. Komt u even kijken bij ons op het plein? Heb je een rugzak bij of zo? Nee, alleen een big shopper. Okay. En mijn megafoon. Artikel 27, wetboek van strafvordering. Geen reden opgegeven waarom een vrouw is aangehouden. Tot nu toe. Loopt u met mij mee, dan gaan we even richting het plein. Daar zal het u zomaar collectief vervoerd worden. Gaan we even naar het fietsbureau en gaan we daar even. We gaan even daarheen. Mevrouw, nee. U kunt meewerken of niet? Het is gelijk heel erg. Nee, u doet mij gijzelen. Wat zegt u? U doet mij gijzelen. Ik heb het aangehaald. Ik ga niet met u in discussie, mevrouw. Nee, maar u zit hartstikke fout. U kent zogenaamd de wet, ik ken hem ook. U bent in schending van integriteit. U belemmert mij. Ik doe niks verkeerd. Helemaal goed. Nee, dat is u vrijwillig mee even naar het plein of niet? Nee. Nou top, dan komen mijn collega's hierheen. Ja. Maar dan gaan we het anders aanpakken. Ja, ik vind het helemaal best. Ja, doe maar oké, waar zijn we graag aan die meewerken. Dus sta ik net als bij aanzet. Kledingnummer? Ja, anders. Mag ik uw kledingnummer alsjeblieft? Krachtoefenbureau. Nee, dat bent u verplicht mij te geven. Krachtoefenbureau. U neemt mij mee, dus u bent het niet. Helemaal goed. U bent weer in schending van uw integriteit en uw ambtsfunctie, meneer. Wat is uw kledingnummer? Uw dienstnummer alsjeblieft. Nou, meneer, die weet het toch niet zo goed. Gaat maar niet antwoorden. Schending van zijn integriteit. Belemmering van mijn rechtsgang, die ik zelf wandel. Dus we lezen even in politiestaat. Het bewijs is er. Daar komen ze. Ja, dat zijn mijn collega's. Met die collega's gaat u even mee. Ja, ik weet het. Ja, ik ben niet in overtreding. Maar je ziet dit, schat erbij zitten. De collega wil niet zijn kledingnummer geven. Ik heb ze gekend. Geen wet overtreden. Ik ga grijs. Ja, dat weet ik. In ieder geval, ik ben aangehouden met het idee.
Er staat een dienstnummer op van mijn collega, dus dat krijg je dan via het bonnetje. Je gaat mee naar het bureau, je kunt gewoon meewerken, dan staat het gewoon rustig. Nee, maar luister, het is makkelijker als we gaan. Jullie zijn een overtreding, jullie okay. Schenden hier. We gaan het wel zo doen en we willen dat gewoon rustig doen. We hebben geen zin om geweld te gebruiken. Ja? Mevrouw, ik ga u ook al verzwaren. Als u niet mee gaat werken, gaan we geweld gebruiken. Dat willen we allemaal niet. Wat zegt u? Ik ben heel duidelijk van je. Als je in de achterkant gaat staan, kan je meer doen. Mevrouw, als u niet meewerkt, gaan we zijn eigen gebruik. Kom, zeg. Op je buik, op de buik. Nou, we zijn even klaar. Heb je armen vrij? Ja, doe ik. Maar u hindert me niet om te filmen. Ja. Dan krijgt u klachten aan uw broek. Wat is uw kledingnummer? Ga ik niet op camera vertellen. Gaat u dat niet op camera vertellen? De camera nee, ik doe de camera niet uit. Kom zo wel, zet ik hem zo meteen uit. Oké, okay, is goed. Wordt de volgende klacht. U heeft de memo's gehad dat u mij niet mag hinderen om te filmen. Ja. Dus zo gaan we dat doen. Ja, maar gaat me ook niet in mijn gezicht houden. Nee, u loopt naar mij toe. Komt u naar mij toe of kom ik naar u toe? Maar ik vraag je een afstand aan. Ja, dat doe ik ook. Ja. Dus ziet u toch? Ik bemoei me er ook verder niet mee. Ik film alleen. Dus. Goed. Wat heeft u in de hand? Wat heb ik in de hand? Petje. Dat is van die mevrouw. U gaat mij niet verhinderen om te filmen. Jullie schenden de wet. Artikel 138. Nogmaals, als u mij blijft hinderen, ik krijg weer een klacht aan de boel. Nogmaals, ik bemoei me daar niet mee, dus u hindert mij niet. Jullie leren het echt nooit, hè?